de Bombay-sluisdeur in Calcutta-Saramaca, die vorige week was weggespoeld, is inmiddels vervangen. Dat wordt bevestigd door Marlon Schoonhoven, lid van het managementteam van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. De werkzaamheden zijn binnen 2 dagen uitgevoerd, vertelt Schoonhoven. De sluisdeur is vervangen met houtwerk, terwijl de lekkages aan de sluis meteen zijn gedicht. Ook zijn er palen geheid. Schoonhoven bevestigt ook dat de werkzaamheden in eigen beheer zijn uitgevoerd. Vorige week spoelde de sluisdeur tot grote schrik van de bewoners weg. De kans dat het gebied blank kwam te liggen was groot. Buurtbewoners zijn blij dat het ministerie op tijd heeft ingespeeld op de calamiteit.